Ja, dit is weer NAC TV bij Breda nu. Vanuit het schitterende Radverlegstadion hier in Breda. Afgelopen vrijdag 0-2 tegen FC Dordrecht. Eigenlijk een gemakkelijke overwinning, want ja, Dordt kon NAC absoluut geen pijn doen. 0-1 Sjoerdars, 0-2 Sjoerdars. En aankomend weekend de wedstrijd tegen MVV. En aanstaande maandag uit tegen Emmen. De eerste wedstrijd bij NAC is snel gegaan. Je bent, afgelopen maandag ben je onze kant op gekomen. En nu sta je gelijk al in de basis in plaats van ja, toch Michael Dingsdag. Dat is lekker. Ja, het is zeker fijn als je bij een nieuwe ploeg komt en je mag gelijk spelen. Dan, dat is gewoon voor je aanpassing is dat gewoon top dat je er gelijk mag staan. En ik heb 3 keer meegetraind, maar ik voelde me vanaf eigenlijk de eerste dag al heel goed opgevangen door de jongens. En ja, ik voelde me gewoon heel goed bij deze ploeg. Ja, goed opgevangen, je voelt je goed. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie dat terug in je spel. Het is net alsof je eigenlijk altijd al hier hebt gespeeld. Hoe is dat gevoel? Ja, dat gevoel had ik eigenlijk zelf ook. Dat had ik eigenlijk al vanaf de tweede training. De eerste training is natuurlijk wennen, de jongens, de club. En vanaf de tweede training met de 11 tegen 11 voelde ik mij gewoon heel erg op mijn gemak bij de jongens. Ik pakte gelijk coaching en dat werd ook geaccepteerd. En ja, ik vind gewoon dat wij een hele leuke en goede groep hebben. En ja, dan is het ook gewoon heel makkelijk om je aan te passen. Merk je, je komt van Excelsior, speelt ook Eredivisie. Ik geloof dat jij veel hebt meegespeeld in de tweede elftal, maar je traint natuurlijk wel mee met het eerste daar. Is er een groot niveauverschil tussen wat Excelsior op dit moment doet en wat NAC op dit moment aan het doen is? Nou, er zit wel wat niveauverschil in. Je merkt met name bij Excelsior dat de organisatie beter staat, zeker tactisch gezien, wat ook in de Eredivisie wordt gevraagd. En in de Jupiler League is dat gewoon wat opportunistischer. Maar ik denk dat we daar zeker stappen kunnen maken als ploeg en dat is zeker belangrijk richting het einde van het seizoen. Zie jij daar een rol voor jezelf in weggelegd in het maken van die stappen naar een tactisch betere organisatie? Ja, zeker, want als centrale verdediger heb ik het overzicht en dan moet ik gewoon de jongens bij me houden of doorcoachen. In het geval van Ronnie Stam in de eerste helft had hij de neiging om heel veel door te gaan, waardoor we ook wel een beetje in de omschakeling in de problemen kwamen. En in de tweede helft was het mijn taak eigenlijk om hem dichter bij mij te laten en bij Louis. En daardoor zie je dat je veel minder in de problemen komt, want Ronnie is zo belangrijk voor ons. Maar hij is nog veel en veel belangrijker als hij gewoon echt voor de verdediging blijft spelen. En hij heeft vanuit zijn enthousiasme natuurlijk en vanuit het niveau waar hij heeft gespeeld de drang om naar voren te gaan. Maar ik denk dat deze ploeg veel meer heeft aan de stabiliteit als hij daar blijft. En dat deed hij de tweede helft. En ja, dan is dat, brengt dat echt rust voor de achterhoede en voor het gele team. Oeros, gefeliciteerd met de wedstrijd. 3 punten, mooi resultaat. Tweede wedstrijd op overwinning op rij. Hoe voelt het? Ja, dankjewel. Dit is goed voor ons. Deze groep heeft goed gewerkt, alle wedstrijd. De eerste half was een beetje moeilijk voor ons. En in de tweede half was het een stuk beter. We play more football, you know. En, ik ben blij, natuurlijk. Het was inderdaad voor ons ook te zien dat de tweede helft er een stuk beter uitzag van jullie kant dan de eerste helft. De wedstrijd begon de tweede helft zonder wisselingen. Wat is er precies in de rust besproken waardoor het lekkerder ging lopen? Had dat te maken met het doelpunt van Sjoerd? In deze groep ging het mooi dat als niet goed gespeeld de eerste helft, dat elke speler blijft positief en support bij elkaar. En dit is belangrijk. Ja, ik kon zien dat de tweede half was veel beter. Ja, je zat zelf ook lekker in de wedstrijd. Het tweede doelpunt dat kwam ook op een assist van jou te staan. Je was overal te zien, hield voorzet tegen, rende achter de bal aan, speelde je man uit, stond in de verdediging, ging mee in de aanval. Je was overal te vinden. We zien jou steeds vaker overal op het veld. Het lijkt alsof Matt iets heel erg zijn drive heeft gevonden. Ja, ik voel goed deze seizoen en ik hoop dat wij moeten maken onze target. Dit is Eredivisie en gaan we voort. Ja, het voordeel van carnavalvakantie is dat de kinderen ook tenminste de training van NAC kunnen bijwonen.
Stel jezelf eens even voor. Romeo de Leeuw. Danel de Leeuw. Kilian. Drie broertjes en jullie spelen bij? Barney, alle drie. Dan zou je toch bij Barney moeten gaan kijken? Nee. NAC is wel je club ook, hè? Ja. Ja. Tegen wie spelen ze morgenavond? MVV. Juist, dat heb je goed gedaan. En reis je dan ook nog mee aanstaande maandag met je ouders mee naar Emmen, of dat niet? Nee, dat niet, echt. Wie is je favoriete speler bij NAC? Short Ars. Omdat hij de doelpunten maakt? Ja. Jouw favoriete speler? Joris Matic. Je hoort dat, dat zijn in ieder geval de waarde supporters. Ik ben zelf ooit ook zo begonnen. En het moet toch gaan lukken morgenavond, hè, dat tegen MV. De uitslag? 2-0 voor NAC. 3-0 voor NAC. 3-0. Nou, ik heb er niks aan toe te voegen. Het wordt gewoon morgen een hele mooie overwinning. NAC MVV, ik hou het op 4-1. Donny Gorter, het zegt natuurlijk helemaal niks in Oranje SC, maar morgenavond wel spelen tegen MVV? Ja, zo ziet het er wel naar uit. En dan veelvuldig opkomen van links? Nee, ja, dat is wel de bedoeling. Dat is een beetje, hangt natuurlijk ook af hoe hun spelen, wat hun doen. Maar ja, wij willen gewoon ons spel spelen en dat is aanvallend en vol vooruit. Wat een beetje natuurlijk lastig wordt, MVV, een beetje een club in verval. Helaas, vroeg toch wel een aardige ploeg. Dat zijn niet de tegenstanders, ook Emma uit de aanstaande maandag, die je niet mag en kan onderschatten. Nee, maar ik denk dat je sowieso geen één club moet onderschatten. Je weet gewoon dat hun door hun enthousiasme en de strijd die hun leveren, dat je gewoon altijd aan de bak moet. En dan moeten wij er tegenover zetten. En daarbij moeten wij gewoon zorgen dat we gewoon voetballend beter zijn dan hun. Ja, en dan gewoon tot kansen creëren en tot scoren komen. Vind je het prettig om in een paar dagen tijd twee wedstrijden te spelen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er wel wedstrijden spelen is toch het mooiste wat er is eigenlijk. Dus dat is alleen maar mooi dat je veel wedstrijden in de week hebt. En dat je van wedstrijd naar wedstrijd kan werken. Dus dat is wel mooi. Even een afsluitende vraag. Normaal gesproken zou je moeten zeggen, nou, voor de winst natuurlijk. Echter, ja, Sparta pak ook aardig wat punten, hè? Nog steeds. Nou ja, die zijn goed bezig. Maar ja, wij moeten gewoon naar onszelf kijken, denk ik. En wij moeten gewoon alles eraan doen om elke wedstrijd te winnen. En elke wedstrijd te winnen. En dan kijken we wel naar Sparta en dat soort dingen. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we naar onszelf kijken. Succes in ieder geval morgenavond. Goedje voor de camera te hebben gehad. En 3 punten maar tegen MV, hè? Dat is de bedoeling. Hey, merci, bedankt. Wat zeuntjes, aardig wat inkswingers. Ja, klopt, belangrijk. Standaard situaties, daar zijn we sterk in. Dus dan moet je wel goed oefenen. Er stond toch wel aardig wat op beeld, binnenkant paal bijna. Maar het gaat wel aardig, geloof ik, hè, zo. Ja, klopt. Net een beetje wat pech, zeg maar. Dus een beetje bewaren voor morgen. Hè. Je broer ook nog een beetje in kennis gesteld van dat ze wel... gelijk hadden moeten spelen tegen Sparta, of niet? Ja, ik heb wel even gezegd van dat het wat anders moest. Maar helaas heb Sparta gewoon gewonnen van VVV. Dus dat was jammer, maar wij moeten zelf gewoon onze wedstrijden blijven winnen. Dus neem ik aan dat je gewoon morgenavond hangend rechtsbuiten of gewoon rechtsbuiten speelt? Ja. Dat gaat nog steeds naar je zin op die plek? Ja, zeker. Gewoon naar mijn zin. Ik kan lekker gewoon mijn spel spelen, dus gaat prima. Nou, de standaard situaties heb ik bekeken. Dat ging niet verkeerd, denk ik. Nee, klopt. Belooft zeker wat voor morgen. Dus we weten ook dat wij daar sterk in zijn. Dus daar moeten wij zeker op blijven trainen en aan blijven werken. Maar ook gewoon aan het veldspel. Dat moet ook beter gaan. En dat gaat ook bij Vlaag gaat het steeds beter. Dus ik heb er zin in morgen. Als jij je vorm weer terugkrijgt, zoals tegen Top Os uit. Dat was een van je betere wedstrijden, mag ik wel stellen, denk ik, of niet? Ja, dat was wel een topwedstrijd voor mij dit seizoen. Dus, zullen we nou morgenavond dat weer gaan doen? Dat zou mooi zijn, ja. Dat zou mooi zijn. Ik ga er mijn best voor doen, ja. Hey, ik wens je al heel veel succes. Morgen gaan we naar MV en dan toch de verre uitreis naar Emmen. Emmen maandag, ja. Klopt. Dat zijn 2 belangrijke wedstrijden, ja. Hey, het gaat je goed, jongen. Bedankt.
Dit was weer NAC TV bij Breda Nu vanuit een gezellig Radvlechtstadion. Kinderen hebben tenminste ook nog vakantie, dus dat is hartstikke goed dat die het ook hebben meegemaakt, de training van NAC. Morgenavond tegen MVV in dit stadion. Aanstaande maandagavond uit tegen FC Emmen in Emmen. Nou, dit was weer NAC TV bij Breda Nu. Graag tot volgende week, zelfde tijd, zelfde zender.